Hey, gezellig dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb weer een unboxing video van Cloud9. En ja, sowieso is mijn opstelling van het filmen veranderd omdat mijn standaard kapot is. Maar het is ook best wel een flink pakket. Dus wat ik ga doen, ik leg deze aan de kant en dan laat ik het op beeld zien. Allereerst, ik zet hem eerst even aan de kant. Allereerst wil ik je even laten weten dat dit een samenwerking is met Yuki van Cloud9. En dat betekent dat ik de spullen die ik je laat zien met korting heb kunnen kopen. Maar ik heb ook wat voor jullie. Er is namelijk een giveaway. Daarover vertel ik straks meer. Ik ga eerst even verder met unboxen. Er zit altijd een persoonlijk kaartje bij van Yuki. En deze zegt, hi Naomi, super bedankt voor je pakketje. Voor je prachtige bestelling. Zo leuk, van alles wat. Heel erg veel plezier ermee en nog een gezellige dag. Liefs, Yuki. Yuki stopt er altijd leuke extraatjes bij. Er zit altijd een visitekaartje bij van Cloud9 Crafts. En, nou ja, ik ben echt verslaafd aan deze webshop. Dus als je er eenmaal koopt, dan ben je verslaafd. Ze heeft nu ook Copix te koop. Super chill. Heel ideaal. En zoals ik al zei, ze doet dus altijd leuke extraatjes bij. En volgens mij kan je deze in de vriezer doen. Dan heb je zo'n leuk ijsklontje. Er zit een snoepje bij. Een stickertje. Een houten hartje die je weer leuk kan gebruiken voor op een kaartje. Een sleuteltje. En die haal ik even uit het zakje. Een sleuteltje en die kan je ook leuk gebruiken op een kaartje of voor iets anders. En hier zit confetti in. Die laat ik nu even dicht. Maar superleuk. Eigenlijk in elk pakketje zit wel confetti. En ik bewaar dat zodat ik dat weer in een feestelijk kaartje kan gebruiken. Dan ga ik nu starten met het echt unboxen. En dit zijn dus de spullen die ik heb besteld met korting. Dit is het eerste. En dit is een Wink of Stella pen. Ik had er al een, maar die is bijna op. Dus ik had weer een nieuwe nodig. En Yuki heeft verschillende. En dit is eigenlijk gewoon een pen waar glitter uitkomt. Ik hoop altijd de clear. Want dan kan je over alle kleurtjes heen. Je hebt ook bijvoorbeeld een groene Wink of Stella. Nou, dan komt er natuurlijk groene glitter uit. Ik vind het echt ideaal en super fijn om te hebben. Dan is dit het volgende leuke zakje. Volgens mij heeft Yuki daar wolkjes op gestempeld. Die horen er denk ik niet op. Maar ik vind hem wel super leuk. En daar zit het volgende in. Dit is een stempel dingetje, stempelplatform, waardoor je dus je stempels kan spiegelen. Ik ga kijken of het duidelijker wordt als ik hem eruit haal. Dit is eigenlijk gewoon een complete stempel. Ja, ik kan het nu niet zo makkelijk laten zien. Daar stempel je je stempel op en deze kan je dan weer op je papier stempelen, zodat je dan dus je stempeltje gespiegeld hebt. Ik had hem groter verwacht, maar dit is eigenlijk groot genoeg. Top, ik ben er blij mee. Dan zit het volgende pakketje, ook deze is weer goed ingepakt. En ik vind het altijd heel leuk dat ze heel erg varieert in hoe ze het inpakt, waarmee ze het inpakt. Dat maakt het iedere keer weer leuk om te openen. Dit zijn alle spulletjes van Carlijn Design bij elkaar die ik heb besteld. En dat zijn deze spulletjes. De elegante kerstteksten. De stempeltjes. En daarbij de bijpassende die-cuts. En deze vond ik echt super leuk. Super leuk voor een verjaardag, een huwelijk. En je kan ze dus losknippen. Dat je verschillende
dat je ze op verschillende manieren kan gebruiken. Ik laat ze denk ik vastzitten, maar ik weet het nog niet. In ieder geval, hier kun je heel veel kanten mee op. En deze zijn super leuk voor de kerst. Dan het volgende pakketje. En ik denk dat hier alles in zit van Lawn Farm wat ik heb besteld. Ja, ik denk het wel. Ik heb besteld de A-Bug Deal. Ik vind het heel leuk. Met die takken kan je heel veel. Met die blaadjes kan je heel veel. Met die beestjes natuurlijk ook. Dus die wilde ik heel graag hebben. En daar heb ik uiteraard gelijk de bijpassende snijmallen besteld. Dus A-Bug Deal. En aansluitend voor de kerst de, even kijken, Toboggan Together. Die vind ik super leuk met die sneeuwballen, de pingwings, de hertjes en natuurlijk de bijbehorende snijmallen. En deze heb ik ook besteld, dit setje. De Fantastic Friends. En die heb ik eigenlijk besteld omdat ik de... ik weet even niet hoe die heet. Ocean Shelfie heb. En daar miste ik eigenlijk net even wat zeewier. Net even wat extra figuurtjes. Dus deze is eigenlijk voor mijn uitbreidingssetje. Met uiteraard de bijbehorende snijmallen. Tijdens het uitpakken kwam ik nog een extraatje tegen. Dit is een rietje met een superleuke cactus erop. En ik denk, als ik het zo voel, dat deze wasbaar is. Dus dat je deze in de vaatwasser kan doen of in ieder geval kan afwassen. En dan kan je hem hergebruiken. Superleuk. Ik ben echt fan van rietjes. Dan het volgende pakketje. En dat zijn zakjes van My Favorite Things. En hier wil ik dan de stempelsetjes met daarachter gelijk de die-cuts hebben. Zodat ik alles bij elkaar heb en alles netjes opgeruimd heb in gelijke zakjes. Daar wil ik dan labeltjes op plakken. Ik hoop dat het voor mij gaat werken. Er zitten hier 50 zakjes in uit mijn hoofd. Kan het niet zo zien. Er zitten hier 50 zakjes in volgens mij. En deze zijn er in verschillende maten. Maar deze leek me wel ideaal voor deze stempelsetjes. En dan eventueel nog de wat grotere stempelsetjes. Dan heb ik nu nog 3 pakketjes te openen. Waaronder deze. Die ga ik even openmaken. En dan wil ik je meer vertellen over de giveaway. Dit zijn 6 opstapelbare bakjes waar je stiften in kan doen. Ze zijn officieel voor Spectrum Noir, maar ik wil ze gaan gebruiken voor mijn Copic markers. Ik heb voornamelijk de Copic Chow markers, maar die passen er ook prima in. Maar ook de Copic Sketch en de Copic Originals passen hier ook heel goed in. In dit pakketje zitten 6 van die traders en daarmee kun je dus 72 markers tegelijk opbergen. En dit lijkt me echt super fijn omdat ze dan plat liggen. Je hebt ze makkelijk bij de hand. Je kan de kleurtjes goed zien. Ja, dat dus. Gelijk daarop aansluitend. Yuki heeft dus sinds kort de Copic Sketch markers in haar assortiment. 6,85 uit mijn hoofd. Dus niet extra dure fiets, gewoon normale prijs. En ik denk dat ik extra moet gaan sparen en dat ik heel veel geld uitgegeven aan de Copic markers. Dat even terzijde over de giveaway. Hoe kan je meedoen? De giveaway, extra details van wat je nou precies kan winnen, dat vind je onderin de omschrijving. En wat je moet doen om deel te nemen. Abonneer je op mijn kanaal. Dat kan daar onderin. Als het goed is. En anders klik gewoon even op de abonneerbutton. Laat even een like achter. En laat in de comments weten dat je meedoet met de giveaway. Daarnaast abonneer je op het kanaal van Cloud9 Crafts. Dat is hoe je meedoet. En dan maak ik een week nadat deze video online komt de winnaar bekend.
En ik zal dus ook in de omschrijving laten weten wanneer de giveaway sluit. Dat is dus de giveaway. Dan het ene laatste pakketje. En dat is dit pakketje. Ook best wel een redelijk pakketje. Wel een stuk lichter dan die andere. En dit is een storage box voor de De-stress oxides van Tim Holtz Ranger. Ik weet eigenlijk niet wat nou precies het merk is. Ik ga hem gelijk even openmaken. Want dan kan ik je laten zien waarom ik dit dus zo handig vind. Deze gaat eraf. En als je hem dan open doet. Oh, daar ging mijn lamp. Dan kan je je de-stress oxides. Ik zie dat ik de plaatjes verkeerd heb geplakt daarvoor, maar dat is niet zo erg. Ik kan deze vast ook omdraaien. Daar ga ik een andere keer naar kijken. Dan kan je dus je de-stress oxides rechtop erin zetten. En dan heb je super makkelijk 12 de-stress oxides netjes opgeruimd, afgesloten. Ik ben er heel blij mee. Ik hoop dat dit voor mij veel georganiseerder is dan dat het nu is. Het staat nu allemaal op een stapel. Werkt niet fijn. Ik denk dat dit ideaal is voor mij. En dan het allerlaatste pakketje. Dat is een kleintje van Lanvin weer. En hier zitten alleen die-cuts in. Ik had van een hele lieve vriendin dit stempelsetje gehad. En ja, ik wil altijd de snijmallen erbij. Dus die heb ik erbij besteld. En de Just Stitching Hearts heb ik er later nog bij besteld. Dus ik had mijn bestelling al geplaatst, al betaald. Toen heb ik Yuki een bericht gestuurd. Oeps, Yuki, ik heb hem meerdere keren gecheckt. Al een week lang heb ik meerdere keren gecheckt. Maar ik ben deze nog vergeten. Geen probleem. Gaat u gewoon bij de bestelling erbij. Je krijgt een extra betaalverzoek. En dan kan je het er gewoon aan toevoegen aan je bestelling. Tenzij die natuurlijk al verzonden is. Maar goed, dat lijkt me logisch. Dus dat even over de service van Yuki. Nogmaals. Alles wat je hebt gezien is dus gekocht met korting. Ik heb kortingscode gekregen. Maar jij hebt ook iets aan deze video. Namelijk de giveaway. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Laat even een like achter. Laat even een reactie achter. En laat me weten dat je mee wil doen met de giveaway. En dan laat ik een week nadat deze video online is gekomen weten wie de winnaar is. Dus abonneer, like en laat even een reactie achter om mee te doen. Yuki, super bedankt voor deze samenwerking. Ik ben er heel blij mee. Ook super bedankt weer voor alle leuke spulletjes. Ook daar ben ik heel blij mee. Voor jullie, dankjewel voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei doei!